Okay. Een apart videootje voor deze oefening te maken. Spreekt voor zich. Opdracht, maak een nieuwe zone aan, doe je hier. Bij de domein DNS server, domain name server, new zone. Next, primary zone. Dit maak je ook zo aan, a forward lookup zone, next. En de naam. Hub.be next next, die standaardstellingen hou je en dan heb je hier een nieuwe zone en dan kun je daar records in aanmaken. Ik heb dat in een andere film gedaan voor een reverse. Het maakt eigenlijk niet uit of je een forward zone, reverse zone op die manier maakt. Dat doe je dus voor deze zone. Dat doe je dan ook voor deze zone, een reverse lookup voor 10 10 10, ja. En dan doe je ook bij de server, new zone, next, primary, gewoon domein verspreiden, een reverse lookup zone, krijg je iets anders, IP versie 4, en de network ID, dan heb je 10.0.0 bijvoorbeeld, next, only secure dynamic updates, finish, en je hebt die zone ook. Ja, dat doe je dan voor deze zone. En je maakt de A-records in de testzone local. Als je die .4, belangrijk voor luierikje zoals ik, test 4, .4, als je dat doet voor .2, dan kun je die A-records automatisch voorzien van PTR-records, zoals ik in de andere laten zien. Bijvoorbeeld hier in hub.be een nieuwe A-record en dan vink ik hier aan create associate PTR-record en dan zeg ik van www.hub.be en die verwijst dan naar die 10.0.0 bijvoorbeeld in mijn geval. Dat, voilà, add host was created successfully. En als ik dan ga kijken in hub, dan heb ik www. De A-record voor www.hub die verwijst naar 10.0.1 en in 10.0.1, als ik refresh, heb ik daar een 10.0.1 die een PTR heeft naar www.hub.be. Ja, dus dan doe je dit, dan maak je die PTR records automatisch aan als je die A-records aanmaakt, zoals ik net zei. Die CNAME, dit kun je ook maken, dat is heel simpel. Ik veronderstel dat dat ook in die testzone.local is, bijvoorbeeld in mijn hub, de CNAME en dan PCPiet was het zeker. En die verwijst naar een machine ergens totaal anders. PC1 blabla lokaal, dat vul je dan hierin. En dan heb je een CNAME zoals ik die hier ook heb voor mijn webserver. Ja. En dan. Dus dat heb je dan eigenlijk al gedaan. De forwarders vul je hierin bij de domain name server, de DNS server zelf, rechtsklikken, properties. Dan heb je hier de forwarders. En die staat hier bij mij al op 8888. En dan kun je hier nog eentje toevoegen via edit. De root hints zien, die zijn ingesteld op je server. Moet ik ze even zelf zoeken. Properties, root hints, krijg je deze cluster, deze 13 clusters, zoals ik in mijn andere film heb uitgelegd. NS lookup gebruiken, doe je zo, cmd. Command prompt, en dan doe je bijvoorbeeld een NS lookup. www.gwdv.lan en dan zegt hij een eigenaardige melding, dus wat, dus de name is Linux, dus een CNAME, dus NS lookup is niet zo goed, niet zo duidelijk, dig is beter. Dan moet je speciaal installeren op Windows. Dus www.gwdw.lan is een alias voor de naam Linux gwdw.lan met IP-adres dit. Ja.
Zo kun je NS Lookup gebruiken. En vraag 8 moet je maar eens over nadenken. Okay. Wat is de deliverable? De deliverable is een zijn screenshots. Maak screenshots van die testzone doet local, dus dit hier, hub.be, testzone.local, een screenshot van testzone.local en een screenshot van 10.10.10, de reverse, die twee screenshots samen met screenshot, vier screenshots in totaal bij properties, de forwarder, deze screenshot met de juiste inhoud, want dit klopt niet, en de root hints. Die vier screenshots die laat je op, die steek je in een document en die laat je op Teams.